Hey, maar boys, we zitten nou leuk wel in een kringetje, bro. Maar what the fuck is hier de planning van, bro? Als we nou met z'n allen naar Human Labs gaan, hebben we een leuke planning. Nee. Gaan we naar Human Labs? Allemaal iedereen. Jij loopt zeker daar buiten met buik. Of buiten jij vieze buitensneuvel. Bro, Wick, even serieus, man, bro. We moesten Gamora hebben, bro. What the fuck zitten we hier te doen? Moet je Gamora hebben? Wat heeft Gamora fout gedaan hier? Hey, Wick, luister dan, bro. Laat me niet even naar mijn beneden gaan in de garage, bro. Dat ik even wat moet gaan pakken, bro. Want dit slaat nergens. Kijk, mijn grote vriend. Oh, kijk hoe die loopt. Gamora zit nu in de gevangenis. Heb je boek gepoept of zo? Hé, hey boys, wat hebben jullie met die man gedaan? Ja, ik weet niet, man. Hij begon al. Hij liep al zo. Hey boys, luister dan. Doe jullie nog één keer zo gek met Wick? Ik kom jullie allemaal pakken, jongens. Oh, hij heeft zichzelf pakken. Jij vooral, Dimitri. Hij is zelf op bepalen gaan zitten, joh. Hij is zelf op bepalen gaan zitten. Ik heb niks gedaan, joh. Hé, grote vriend. Hij is zelf op bepalen gaan zitten. Pakken. Die zit bij de gevangenis nu. Handen omhoog. Ja, we gaan er vandoor. Heren, ja. Succes, veel plezier. Elboy, elboy. Hé, John Wick, kom. Stap in mijn auto. Gaan we even naar ziekenhuis. Ziekenhuis? Ja, toch. Hé, bro, luister dan. We moeten wel even Gamora aanpakken. Die Montana, bro, die doet nog steeds stoer op onze naam, ouwe. Wat moeten ze nu pakken, bro? Wacht even, ik ga sporten, man. Kom Porto naar beneden. We kunnen zo meteen even met z'n allen even gaan wassen. Wij gaan nu al eigen dingen doen, man. We gaan wassen, daarna gaan poken. Ja, dat is goed. Kom even Porto omlaag dan weer. Even met z'n allen, bro. Als je niet willen joinen, ja. Maar dan moet ze ook gewoon stil zijn in de Porto. Breng me even naar het ziekenhuis, bro. Ik heb je nog 100 Facebook liggen? Ja, ik doe straks. Er is geen TBS-set dieren. Ik doe straks. Oh, what the fuck hoor ik, man? Kom op de weg. Jalla, bro. Ik ga je straks een Jalla laten voelen, bro. Wie is een Jalla? Wie is het? Wie de fuck ben jij, bro? Wie de fuck ben jij dan? Wie de fuck ben jij dan? Bro. John. We gaan hier niet starten, bro. John. Mannen kennen mij, maar ik ken hem niet eens, bro. Vieze John, man. Bro, Juan, doe eens normaaltje. Oh, bro, waarom zie je zo raar uit, bro? Nee, nog bij je pap. Bijna, bro. Wat is met jouw gezicht gebeurd, bro? Wat? Bro! What the fuck is dat? Luister, bro. Deze man is onder een grasmaai terechtgekomen, bro. Zo, man. Dit is gewoon Gyro, bro. Nee, is Juanji. Oh man. Dit kan niet, dit kan niet. Accepteer ik die man, sorry. Dit is echt schandelijk, man. Jalla's houdoe, man. Kijken, man. Ik moet nog wel een miljoentje of zo, of twee of drie wassen daar, man. Ja, ik ook. Ja, ik niet zo. Even kijken, even. Boys, zijn er bij La Venta? Ja. Hey, boys, laten we de communicatie even gewoon houden op wat we doen. En als er wat geks gebeurt en zo, kunnen we gewoon duidelijk communiceren met elkaar. Met hoeveel man zijn jullie daar, boys? Iedereen. Genoeg, bro, met genoeg. Hey, boys, ik kom even met een zakelijke 3 miljoen, ja? Wacht nog even, we zijn weggaan vandaar, dus we moeten even wachten. Nee, Chopa staat er nog. Chopa is er nog. Laat die of nog bezig. Ja, ik ben nog bezig. Met die miljoenen moet ik even wassen, man, bro. Hey, ik kan nu het terrein op, man. Ja, met de MG. Oh, pas op, man. Ja, je drukt nu verkeerde spier. Er hebben 3 mil en de wapen. Wat ga je mijn hands uppen, bro? Hey. Hey, klote, doe gewoon je ding, man. Goeie politie, goeie politie. Snelweg. Ga gewoon. Dit is geen snelweg. Suron. Ja, het is lang. Op, snelweg of wat? Nee, La Venta. Weg. Hey, is er iemand die mij even tussendoor zo kan helpen? Zo. Ik heb 3 miljoen namelijk. Bro, ik kan met Chopper gaan niet helpen, bro. Ik raad die gaan rijden. Waarom toch? Boys, waar ga je alleen? Even snel storten. Ja, even storten. Oh ja, toch? En was dat toch? De rest blijf hier. Ik ga jou eerst laten storten, daarna stort ik, ja. Vooral als iemand erop valt. Wie zit in de 16? Ik ook storten nu. Geef daarna protectie aan mijn ding, ook al heb je geen wapen. Rijd er gewoon langs. Wacht even, rustig rij, raas niet in hand. Wie krijgt stopteken van ons? Dat is een donkey. Waar ben je toch gereden doorrijden? Een gootje. Boys, wat die komst rusten. Wat voor klus, bro? Hey, ik zie echt niemand hier meer, hè. Bro, we staan buiten met T-shotties, bro. Ja, elke keer gaan wakkies weg, bro, ik denk ook. Zorg ervoor dat iemand gewoon op terrein blijft, mocht hij gaan zitten. Ja, Chuba, als je die andere kant holt, ja, waar je nu loopt, als jij dat holt, dan hebben we elke kant, man. Ik ben er ook bijna, dan ga ik even 1.8 of zo. Dat is echt wel welke auto, want elke auto die langs hier rijdt, gaat gaan blazen. Ik ben nu 25%, boys. Hij komt nu aangereden weer. Ik kan je ook helpen met wassen, hij tikt zo snel. Ik heb nu geen gun nog bij me, was vergeten. Ben je er nu? Ja, ik ben hier. Ja, stap uit en helpen. In welke ben jij rechts? Deze. Mag ik twee tellen? Oh ja, toch, je moet even naar achter denken. Ik pak deze milli. Ik kom nu aanrijden. Pak deze milli. Ik kom hier het zandpaadje. In 900 en ik. Komen nou iemand de trein oprijden? Snap ben ik. Zijn wij. Nou, maar ik ben Gladiator. Ik meld me als ik er bijna ben. Voor die boys met die wakkies, proberen jullie auto's echt gewoon te haaien. Er komen nu twee auto's voorbij gereden. Ja,
Een groene Dodge Ram en een Brabus. Ik rij nu La Fuente weg. Ik heb een grote motor. Ik ga nu het trein op. Je komt via het overrood gedeelte. Jullie auto zet, boys. Jullie auto zet. Mijn wakkie staat als het goed is gewoon open, man. De motor. Ja, broer. Ik heb net gekocht. Mooi, man. Kan je mijn auto even repareren? Hé, Wick. Hoeveel was dat daar eigenlijk? 5.5. Ik hoor de motor af. Zet de motor af. Zet de motor lang. Zet die 1-1 uit. Zet die 1-1 uit. Jongens, allemaal aan jullie SFX volume. Nee, die fucking poepauto van de Ivan staat aan. Ja, die motor staat gewoon open, jongens. Ja, maar staat aan. Iemand zet hem uit dan voor hem. Heb je gedaan. Nee, ik ben er bijna klaar, bro. Ik moet nog, ja. Ah, dat is cool. Kan je die Beretta terug? Lekker wassen, jongen. Lekker wassen. Bro, vlieg zoelen boven ons. 1 AK, 2 shotties, 1 zicht. Stuur je mij nog steeds geld? Bro, ik krijg nog steeds die notificaties ook. Bro, ik heb maar... Chupa, mag ook wel naar mij, hoor. Ik ben... Shut your goofy ass up, boy. Chillen, bro. Sorry, kom ze voor ons. Ik wil eigenlijk met Porto gewoon inhouden en schieten, man. Vind ik fijn. Dat is gewoon terecht. Hebben jullie hem gehandset? Ja, ik ga nu zo checken. Dashboard niks. Ik hoor nog een auto. Kofferbak niks. Nou, misschien gaat het nu weer voorbij. Reizen Brabus zijn alleen. Die stoppen nu. Niet hem in één keer. Zwarte Brabus redden zich bij moet wel. Dat was een beetje burn als ik bedrijf. Ja, maar we mogen niks doen, bro, omdat hij niet op trein is geweest, boys. Ik ga ook niet achter de auto. Boys, even tranquilo. Deze guy die hier is. Auto. Laat hem gewoon zitten daar, laat hem gewoon zitten. Naar rouwberichten. Kom je doen, bro? Ik ben klaar. Nee, niks. Ben je slim, Max? Ja, meneer. Die boys die daar zitten, laat hem gewoon zitten totdat wij klaar zijn. En dan wij waren op zoek naar iemand anders. Wie ben je, Billy? Welke groepering ben je? Welke groepering ben je, vraag ik? La Mafia, man. La Mafia, wie de fuck is dat? Dit zijn die boys die basic leveren bij ons. Ik ben ook klant. What the fuck zie ik? Hebben ze geld op zijn blok? Ik ben ook klant. Ik heb een klant. Boys, kom maar wakker. Boys, had die komst rustig. Ja, hij moet hier die dingen bezorgen. Boys, had die komst rustig, had die komst rustig. Ja, weten we bij jonge Bob. Hé bro, maar deze boys haat ik, man. Ik leef bij jullie, bro, hij kent ons. Nou ja, je moet ook gewoon gelijk zeggen, bro, zeg gewoon geen krekerig kogel. Bro, we moeten sowieso aanwenden om te zeggen tegen klanten van luister, die krijgen gewoon protectie behalve witwas. Witwas is het volledig eigen risico, dan nacht ik hier gewoon klaar. Ja, wat is je naam? Juri, man. Ik kan je wel bellen als je wil. Ik geloof het wel. Probeer even aan te hiden, boys. Ik ga op dak, ik ga op dak. Nee, maar ik heb ook een nakko bij Razi en zo gehaald. Dit zo te kijken, maar ik zie niks. Wie zit op te wassen? Ik ben bijna klaar. We zijn dat hij gewoon die draf aan genept doet, hè? Ja, dat doet hij wel heel veel moeite. Nou ja, je weet het niet. Ik kan toch niet binnen no time opeens gaan. Ik denk niet dat hij die vrachtwagen zeg maar zo in zijn garage heeft zitten, man. Ja. En zolang hij op afstand blijft, vind ik het allemaal prima. Klopt, ik sta nu gewoon op het dak van Witwas. Gewoon ergens lokaal, vrachtwagens, ga lokeer. Dan is de Witwas, wauw, easy. Nou, zie ik tante boys met nakjes lopen. John, hoeveel heb je op je bank nu staan, hè? 8. Ik ben afgerond, man. Nee. Ben je klaar? Ik ben afgerond. Kom. Ben klaar, boys. Nee, noem meteen Joost auto, hè. Laten we richting Redwood winkeltje gaan, ja. Hey, Chopper, kom even naar de bank, want die kan niks overmaken, man. Ik word heel erg teruggestuurd. Ja, kom bij Redwood winkeltje. Hey, motor even voorop, ja. Hey, we gaan die winkel eerst even helemaal kleren. En daarna gaan we vast... Wie is die wakker, hè? Ik ben niet. Vast naar die winkel. Hey, 2 man kleren de winkel, de rest focust op buiten, ja. Laat mij een Chopper kleren dan. We hebben alweer shotty. 2 man gaan kleren, denk ik. Dankjewel, schatje. Dankjewel, John. Vlak. Ze hebben wel mis bij die winkel, man. Kom maar rijden met sirene zorg in step zitten. Zie je gewoon naar de bank doorrennen? Ja. Hey, ga eens weg, man. Iedereen hand omhoog, hand omhoog. Hand omhoog. Rico. Hand omhoog. Stil. Hand omhoog. Sorry. Wat voor reden? Gewoon even je hand omhoog doen, maatje. Oké, maar wat voor reden? Hou je bek dicht. Hand omhoog. Hé, Rico, ik heb je nummer. Even stil, jij hebt ook een duct tape in je mond zet, ja? Protectie. Gewoon hand omhoog, boys. Tegen die muur dan. Veren voor de veiligheid. Ik moet die mensen even hier zetten, bro. Zou je bek even, man? Je bek gooien dan. Pak je communicatie, ik via M5 veiligheid. Ah, bro, je weet maar nooit, pak even communicatie effectief, ja. Gelijk janken, man. Ik kan daar echt niet tegen, broer. Hoppa, lekker, man. Vanaf een repackage, ciao. Collega's, kom even naar binnen. Collega's, kom even. Stel even, boys. Dit is Adam. Adam heeft 10 Nike's mafzak op zak, boys. Maar we moeten niet afpakken. Dus we weten ook dat een map. Ja, maar ik zeg het alleen. Wie is die motor? Collega's, kom even naar Niet wacht, laat mij eens praten. Hij heeft wetzakjes toch? Zei je dat? Ja, hij heeft die Nike hem even zak op zak. Ja, forceer hem om te geven. Nee, maar bro, luister bij hen. Ze hebben uit safety pakken, niet om hun te geven. Zo, bro, ik heb jullie op zak. Daar kan je sowieso op een matje hebben. Zo, bro, kom even naar binnen, bro. Ik kan het niet overmaken via de lucht. Boys, doe echt snel, moet ik in de auto stappen? Nee, je moet even stappen. Ja, binnenweg. Heeft die trein gestoord?
Ja, kom bewegen. Hé bro, waar gaan ze heen? Hé, hey, ik zeg blijf tegen... Wat doet hij? Bro. Ja toch, 100. Bro, wat? Bro, dit duurt ook zo lang, bro. Gewoon naar binnen. Kom maar, kom jullie waren nog niet klaar, hoor. Kom maar. Weg hier. Gaan we nog wegrijden of niet? Ja, kom weg, boys. Hij zit achter die M7 aan. Die trekken ook het 100% dat je weg mag. Boeien, laat hem lekker niet. Oh, boeien, man. Ik moest even gewoon mijn miljoenen storten, man. Kom naar start. Naku, postcode 2000 bij je grape seat, Joko Junkie bij die farm. Kom mooi. Wit kleding. Kom ook aan. Volgen, probeer te volgen. Ze zijn ter voet. Lopen nu de berg op bij farm. Kom maar aan. Ze lopen nu naar boven richting die huisjes daar. Boven die ding, zeg maar. Net naar boven. Ja, is het die garage? Is het bij die Nee, dat zeg ik. Bij die farmhouse. Ja, bij farmhouse. Ze zijn naar boven daar op die berg. Of ja, met huis of weet ik wat het is. Rijden omhoog daar met een offroader. Offroader nodig. Ik switch bij Grape Seat daar naar uit. Welke offroader? Offroader nodig. Lief Surrons, dan zie je ze nog lopen. Ja, nee, Surrons is veilig. Die rechts omhoog, die zwarte caddy, ja, ze zijn nu hierboven, zeg maar, waar ik rijd. Daar lopen. Welke postcode? Postcode 2000, bij die farmhouse, waar de coachhankie is. Ze lopen daar boven de berg in. Mogelijk richting die drie huisjes, zeg maar. Maar ze lopen in ieder geval de berg in. Welke wapens heb je gezien beeld in? Eentje, degene met witte shirt heeft nog. Ik rijd via die omweg van Step City, hier dan waar. Gewoon links naar boven. 2000, links naar boven. Ja, 2000 boven de coachhankie van Grape Seat. Kom op, man, boys. Standaard locatie. Schat, ik naar die zandpad weg. Ben je die zwarte carrière? Ga de berg in. Wacht op backup. Ga scoutend, hè? Ik heb grens op door. Collega, stap in. Deze heeft rood lampje, maar boeien. Stap jij bij mij in? Wil je die wekken hier? Ik ben die verredder. Nou maar. We proberen langs links een beetje hiker aan te pakken. Hey, boys met Suron, let op dat je niet eraf geschoten wordt, hè? Ja, toch. Ze hebben geen reden om te schieten nog. Ik weet nog steeds niet waar het Brabant is. Ik heb precies een postcode nodig. Postcode 2000. Naar boven. Ja, daar kijk ik net 20.000 keer. Maar als ik naar boven ga, zie ik nergens geen fucking huisje meer. / postcode 2000. Ja, daar sta ik toch, jongen. Ja, gewoon naar boven op die berg rijden. Gewoon op rood gaan, bro. Ja, ik vraag het. Ik zet echt op 5 bosjes en zo. Kijk, gewoon postcode 2000 bij de schuurhuis. Daar zijn ze naar boven gerend, bro. Wat als ze die tunneltje in zijn gaan hier? Mogelijk, ja. Tunneltje staat een auto, maar... Er was een geikje met een witte shirt. Oh, er rijdt hier wel een fucking snelle buggy weg, man. BMW soort iets. BMW X7. Voor bosjes ook. Boven 2000 renden ze gewoon precies naar boven. Ja, boven 2000 renden ze. Is die andere jury nu? Dit zijn we. Zie je die buggy waar ik achteraan zat met die blauwe Subaru? We hebben geen auto gezien, man. Dus we hebben ze echt alleen maar... Volgens mij hebben ze een trek ook, want die zit onder die brug hier. Volgens mij gingen ze campen en zijn ze vijf gaan. Ja, kan kloppen, want ik zag ze wel daar lopen onder die brug. Vanaf die brug zijn ze daar omhoog gaan lopen. Ja, Suron ziet niks. Maar deze waggie vlucht van mij, bro, ik zweer het. Is die vlak bij die locatie geweest waar die boys waren, of bro, niet? Bro, hij kwam letterlijk... Je weet gewoon die locatie met die drie huisjes dat je zei? Ja, dat is 100% in. Ja, hij kwam van die weg af, bro. En ja, hij heeft alleen maar een zandpadenwaggie, dus hij moest daar vandaan zijn. Ja, volg maar. Waar is hij? Hij richting een human kruising. Nou, wat voor auto is dat ook hoor? Een Volkswagen gewoon, nog nooit gezien. Was dat? Bro, ik weet het niet, het is best een hoge. Waar rijden ze nu? Blijf omschrijven. Ja, human kruising, stap uit. Ze hebben een appel. Ja, human kruising, ik zie daar niks. Eentje is er afgezet. Bij human kruising. Witte t-shirt heeft 100% nakkoen. Ik ga wel eens dat je naar de t-shirt heeft de persoon die is uitgestapt. Zwart van kleur. Oké, dan moet op die Passat blijven ook. Zo zit je er nog erachter. Ik zit er nog achter, maar hij gaat weer richting Human Crossing. Vanaf Sandy? Sandy. Hij gaat richting, ja, gewoon richting Sandy. Hier allemaal, hier. Het is een zandpad. Ik doe dit. Kan iemand Carlos verder gegeven worden, Ivan? Bro, ze rijden letterlijk voor rechtdoor, bro. Ze gaan richting Grenspost. Sandy in, toch? Nee, Grenspost. Door de douane. Door de Grenspost. Daarom moet iemand eigenlijk gewoon die Carlos geven, man. Geen Carlos, is rechtdoor, bro. Gewoon richting waterleidingen. Ik ga een wagenswitch gooien. Ik heb hem ingehaald. Oh, hij heeft bijna controle. Hij gaat zandpaden weg op richting Oude Verwerk, 2002. Nou, wordt gepit, niet gelukt. Nou, hij gaat hoe snel rijdt hij? Bro, het kan te snel, bro. Hij heeft zo'n zandpaardenbakje. Gaat hij richting Toeran? Ja, Toeran. Hij komt daar bij Redwood. Hij gaat richting Redwood die uitkomt. Ja, daar rijden wij. Hij is op tijd, Hij richt het wapen. Waarom schiet hij? We rijden boven de 100. Ga je iets op hem? Rustig aan, boys. Pancho, hij is gecrashed, vol tegen de boom aan. Waar, vlak bij die uitgang of niet? Nee, bij die in Ossel. Ah, oké, bij Ringo. Van dingen. Oh ja, oké. Wij komen aan, wij zijn geen echt honderd. Ga bijna dood. Hij schendt op. Droppen. Pistol droppen. Nu. Mogelijk. Eentje nog achter die andere barn. Ik zweer het. Achter die andere barn? Ja. Met de rode tas had ook een akkoord. Mesje hier ook een mesje. Ik heb waar drie personen niet uit de tap. Er komt camera aan, boys. Check dat voor iedereen. Hij drop snel. Die andere band, zei je toch? Ik pak op. Ga je naar je buggy. Drop. Ik zie niks staan. Oké, hij weg hier gewoon. We hebben eentje omhoog. Als camera komt, dan maaien we die ook gewoon. Klaar. Hij staat gewoon voor Redwood. Nog niet helemaal weg en hij moet ook nog komen.
Die paarse geven. Maar wat geeft bandje? Maar wat geeft bandje? Stap in. Stap in. Stap in. Wie is het, Jurgen? Waar ga je naartoe? Kom hier. Ik ben even dingen aan het gebruiken. Wat is het antwoord? Je moet vanuit ik kan niet rijden. Collega, ben je opgehaald? Ik ben opgepikt, man. Kom weg. Collega Rico is op. Ik zie je, bro. Eén keer goede kom, zo nukken ze. Bro, ik zat er al vanaf het antwoord lang achter, bro. Wow, dikke. Die man echt geklemd. Wie is Suron links. Kom wegrijden. Bro, maar Rico, je was al brain dead bij die fucking postcode 2000. Dat is een pro move van mij om op brood te blijven. Ga naar rechts. Ik had iets anders in mijn hoofd, bro. Politie komt vanuit 4003, boys. Voor maanden. Politie staat klaar bij die loods. Zou er rekening mee. Ja, rijden. Flank omgaan. Ik weet wat. Ga richting step. En dan gaan we via Ravijn. Iedereen anders afkoppelen. Nice. Kijk, op een gegeven moment wordt de bro, ik word Tanto de hele dag gebeld, man, neef. Ja, lekker. Motormuis keer om. Die motormuis moet eraf. Maakt niet uit hoeveel wat. Is goed, maar strijden. Ik neem zo van je aan, ja? Aan remmen, Tanto. Ja, we gaan die brug blokkeren, ja? Gaan we mensen zetten. Bro, ik ben nu nog even bezig, broeder. Snap je? Brug, ja? Ik ben nou met Badr, man. Wat zei je, broer? Ik ben nog even bezig, daarom. Ja, stop dan. Hoe lang gaat het duren? Bro, ik ben aan het bellen, bro! Kom terug. Rico. Broers, B-klasse, rij gewoon op rood. B-klasse mag geen zand wegen namelijk. Kom. Wat is dat, zware motor? Jullie kunnen ook eventueel klaarstaan, gewoon als het mooi is. Dat is zware motor, inderdaad. Jullie kunnen klaarstaan, ga klaarstaan. Ga achter hem. Nee, het is allemaal onrood. Ga gewoon op rood, man. Ja, ga op rood. Kom. Rijden, kom op. Links. Hij mag geen zand wegen, zie je. Doe die deur eens dicht, hè? Volgens mij is het gestopt. Hey, Joost, wacht, ben jij in die Brabus? Wij zijn in de 900, man, bro. Boys, het lijkt mij het slimst als wij tot de helft rijden. Of hier naar rechts gaan. Nee. De voorste auto en mijn auto mogen fully off-road. Die achterste niet. De achterste moet gedumpt worden. Stappen in en we gaan de berg op hier bij Legerbaas. Nee, stap hier over. Tempo, verdeel even de twee. Hey, bro. Dankjewel. Oh my god. Verdeel snel. Sorry, boys. Wat? Dat was een boompje, hè, jongen. Die band was gewoon ingedrukt van je, man. Die boom is aangeraakt, broer. Nee, ik hou het. Yo. Ergens berg in, even kijken. Wapen bij verwerk, welke verwerk? Ik denk dat we hier omhoog kunnen. Bij het strand, weet je wat voor auto? Denk het niet, man. Denk het niet. Zwarte X7. Ik kan het niet halen voor die Jury. Kun je een offroader, zo'n dono? Ja, gewoon zo'n X7. Normale. Zwarte X7 bij strand verwerk heeft Naku, man, boys. Ja, Hunter, let's go, boys. Is goed. Ga zo Naku. Bruine trui. Je neemt wel een route, maar. Ga ciao. Dat is een zware master. Een zwarte X7 met de bruine trui. Roze, ik had ze geracht, jongen. Ik had ze allemaal benen. Alleen die guy in het wit, jongen. Die stapte als laatste uit, maar weet je wat het was? Ze waren volop tegen die boom gecrashed. Ze hadden die effect, dus ze konden niet uitstappen. Bro, weet je wat het was? Ik had die ene met die rode tas, had ik benen. En vervolgens kom ik jou helpen met die witte. Ik had die witte benen. Ja, maar bro. Laten we snel move, man. Ja, eerst kon. Ik wil nog steeds even laten uitzakken. afkoelen. Bro, we zijn in the middle of nowhere, bro. We moeten die man bij fucking strand getten, bro. Kom. Kijk, weet je wat we gaan doen? We gaan onze route uitstippelen naar die ene brug. Om bij legerbaas eruit te gaan. Gaan we gelijk naar Bodendland. Gaan we daar ergens onze auto stimpen? Ja, kom. Let's go. Bro, maar hij stond achter die boom. Camp, jongen, bro. Ja, maar ze mochten er zo niet uitstappen. Dat is geen stress, bro. Ja, we hebben ze geracht. Had nog een mesje op zak, alles. Ja, volgens mij had hij net iemand gekanteld, man. Want ja, hij stond... Bij die verkooplokaal stond ook iemand met zijn handen omhoog. Zonder waggie niks, gewoon... Ze hebben ze waarschijnlijk zijn waggie of zo gestolen, ik weet niet. Ja, ik denk dat hij liep daar op die locatie. Die man is de tante. Ik dacht, die off-road, ga ik switchen naar cel auto of ga ik off-road blijven? Ik dacht dat ik de enige samen met Roen nog off-road was, dus ik dacht, let's go. Want... Bro, maar weet je hoe het uiteindelijk kwam, bro? Ik als hij rijden rustig. Had hij jou nog trouwens geraakt met die barretta toen hij ging uitstappen en schieten? Wacht, jij daar aan die brug gereden? Nee, nee, maar hij had alleen mijn banden geraakt. Nog niet direct. Bro, ik zie in één keer iemand lopen met Naku. Ik had nu al via die zand op de kant op naar die brug toe. Ik zie jullie wel een beetje hoog. Ik zie die kijken in één keer rennen met Naku daar. Ik denk, wat de fuck is dit dan? Ja, Gent ook, jongen. Gelijk zetten. Ja, combat, schieten. Yeah, let's go. Want de grap is, ze hebben niet eens wapens gezien. Hè. We rijden daar vanaf en ja, laten we maar even schieten, want ze komen naar vandaan. Ze hebben ons niet niks zien doen. Dat is ook logisch, bro. Kijk waar je schiet. Dat is niet een BP of zo, wat je weet. Nee, maar het is fucking game, maat. Roen, ik ga naar Vilawijk. Bij mij Oslo, denk ik. Daar bij die garage ga ik een andere auto pakken. En dan even naar ziekenhuis, want ik ben wel een beetje goed geraakt, man. Noob. Wat zit er voor waypoint? Ja, bro, ik stond daar gewoon in het open. Ik denk, hij stapte uit die schermen gelijk binnen. Een man spant uit die auto, omdat hij niet goed kon uitzetten. En hij deed er lang over, omdat hij zeg maar niet kon uitzetten, zeg maar. Omdat hij net gecrashed was. Hoe doet die andere man niet benen? Ik had hem wel beschoten. Ik had twee man benen. Ik weet niet wat er dan gebeurde. Ik heb hem 0 keer geraakt, hè. Dus ik ga zo verder voor die camp passeren. Dan zie je. Ja, klopt. Met die witte dingen heb ik 0 keer geraakt. Ik ga bij mij stappen, dan. Gaan we even de cover uit van mijn ziekenhuis, als je blijft halen. Zullen jullie mij even backup kunnen geven daar? Ja, wij zijn bijna bij jou. Ik heb ook even Ik heb gewoon een extra barrettaatje van Bob, een six-houtje van Bob gekocht.
Ik had het met de rest van de poort. Bro, dus die 1-1 is de laatste auto die ik ga kopen, man. Is de laatste auto die ik ga kopen. Even met de groep even meeten. Voorlopig. Hey, iemand doet een masker. Kom nu aan met Mulia. Hey, die guy die op de auto staat, die deed zijn masker nu daaraan. Die aan de rechterkant, hij moet je fieren. Die rode bus, hij staat op de rode bus. Hij moet je fieren. Die wat nu hier instapt. Collega, ga hem eerst pakken, bro. Ik weet niet welke jij hebt. Ja, die wat in die auto zit daar, met de deur open. Hij deed zijn masker op en al. Daar, hier. Hij deed masker alles op. Ja, hij zit op zijn telly nu. Had jij hem al gefeerd? Nee, ik zit helemaal aan het waterkant in een bronco. Die boy zit je uit de kale. Ik ben niet gaande, man. Ik hoor sirene. Ja, ik hoor ook sirene, man. Is Humane wordt gedaan, kom. How could it ever be done when I know we need more? If I never told mama I was selling at tours. I'm in a backseat S-class, hand up, best class. You were never there before. If I never helped.